stuk Kras van Judith Hertzberg is een stuk geschreven in 1988. Het gaat eigenlijk over een moeder van tegen de 70, Ina. En elke nacht wordt haar huis overhoop gehaald door een inbreker. De volgende dag komen al haar kinderen bij haar op bezoek om de rommel op te ruimen. En eigenlijk is er steeds meer zorg over die inbreker en over die moeder. En die kinderen zijn toch ook behoorlijk met zichzelf bezig. Wat ik heel interessant vind aan dit stuk is de veranderende relatie tussen de moeder en de kinderen. Op een bepaalde manier moeten de kinderen meer voor de moeder gaan zorgen en wordt de moeder eigenlijk steeds meer kind. En die omdraaing vind ik heel mooi in het stuk beschreven. Judith is in eerste instantie een dichteres die eigenlijk pas later toneel is gaan schrijven. En dat merk je ook aan de manier waarop zij dialogen schrijft. Dus het zijn ogenschijnlijk alledaagse zinnetjes, maar er zit altijd wel een tweede laag achter. Ik vind haar taalgevoeligheid echt uniek in het Nederlandse toneelschrijflandschap. Dit is mijn laatste toneelschuurproductie. En wat ik heel erg leuk vind aan deze productie is dat er voor mij een aantal dingen samenkomen. Dus en het werken met Nederlandse schrijvers, Nederlands repertoire. En dat thema van die familie. En ten derde zitten hier ook veel acteurs in die al in eerdere stukken bij mij bij toneelschuurproducties hebben gespeeld. En het feit dat het echt een grote club is, 8 mensen, dat maakt dat ik me heel erg verheug op deze productie.